Hoi en welkom bij deze video waarin ik uitleg wat blog nou eigenlijk is. Ik heb al een heel mooi stukje tekst op de website geschreven, maar je weet hoe wat ze zeggen, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Dus laten we eens even gaan kijken. Het bloggen. Dit ben ik. En ik wilde graag uiting geven aan wat ik doe. Waar ik mee zit, waar ik tegenkom. Alles om mij uiteindelijk dit gevoel te geven. Een gelukkig gevoel. Een happy gevoel. En dit komt op basis van dat ik naar de buitenwereld moest uitreden. Ik kreeg het advies, Robert, mensen snappen jou niet zo goed op het eerste gezicht. Je moet naar buiten treden. Nou, dat doe ik in de vorm van video's, maar dat doe ik ook in de vorm van bloggen. Soms is gewoon een stukje schrijven net even wat handiger en duidelijker dan een video of andere manieren van communiceren. Afijn. Dus het moet mij een goed gevoel geven. Daar draait het in eerste instantie om. Maar het tweede wat bij mij speelt is dat ik nooit het leuk vind als het alleen maar lezen om het lezen is. Dus zien om het zien, horen om het horen, ruiken om het ruiken. Dat zet niet aan tot actie. En er zijn zoveel bloggers in de wereld. Je moet je ergens in onderscheiden. Hè? Wat geeft jou een reden om altijd terug te komen om wat mee te doen? Anders dan dat ik misschien weer eens een keer een leuk verhaaltje heb. Nou, Robert heeft weer wat nieuws verzonnen. En dat komt terug in dat naast het lezen hebben mijn blogs over het algemeen ook een doe-activiteit. Vooral bij de publiekelijke kant, waar ik zo meteen even op kom, zit er heel erg een call to action achter. Omdat ik geloof dat juist als er iets mee gedaan wordt na het lezen, dus ik informeer je eerst en daarna hoop ik je aan te zetten om iets te gaan doen. Alleen op die manier komt er verandering. Ik word namelijk heel erg gelukkig van verandering. Aan de ene kant heb ik autisme en hou ik totaal niet van verandering. Maar ik word wel heel gelukkig van goede veranderingen. En daar gaan dus ook mijn publieke blogs over. Mijn publieke blogs die ik met regelmaat samen met anderen schrijf om als twee personen schrijven, dat klinkt het altijd beter als je het eentje schrijft. Met als doel om voor een betere wereld. Dus ik schrijf met regelmaat over socio-economische uitdagingen en problemen. En vooral hier in Nederland hebben wij in feite geen enkel argument om iets niet te doen. Wij hebben ontzettend veel rijkdom, wij hebben ontzettend veel ontzettend veel diplomatieke betrekkingen, goede diplomatieke betrekkingen, politieke stabiliteit, infrastructuur. We zijn zo'n beetje de slimste mensen ter wereld als een bevolkingsgroep in het geheel. Wij genieten eigenlijk van alle voordelen waar veel andere landen stikjaloers op zijn. Maar we hebben één klein probleempje. En dat is nogal onwil. Het is nogal erg vaak ja, dat dingen niet doorgaan of stuk lopen puur omdat gewoon de wilskracht ontbreekt. Dus dat wil ik gewoon anders zien. En daarover moet gewoon geblogd worden. Daarover moet duidelijkheid komen, bekendheid komen. En mijn doel is om een betere wereld achter te laten dan waar ik in ben gestapt. En daar is een hoop in te verbeteren. Vooral op socio-economisch vlak. Dus dat is wat ik aan de publiekelijke kant doe. Dan heb je uiteindelijk ook nog de persoonlijke kant. En daarin leg ik gewoon uit waar ik mee bezig ben, wat ik doe. Gewoon een beetje een verhaaltje. Het is gewoon meer om te informeren, om te enthousiasmeren. Sommige van mijn projecten kosten ook gewoon geld. En ik probeer dan op deze manier om je een beetje op de hoogte te houden van dingen. Dat je misschien toch denkt van nou, in ruil voor een beetje een update en een verhaaltje. Misschien dat ik het eens een keer mee kan maken als het wordt gerealiseerd. Daar wil ik Robert best een kleine bijdrage voor geven om
te helpen te realiseren wat hij wil doen. Dat is een beetje waar het hele bloggen om draait en wat ik voor elkaar wil krijgen, voor elkaar wil boksen met het bloggen. Niets meer en niets minder. Hartelijk dank voor het kijken van deze video.